In deze video laat ik je zien hoe je het belastingaangifteprogramma installeert in een Linux-distributie. In dit geval zal het zijn Linux Mint, wat gebaseerd is op Debian. Allereerst moeten we het pakket downloaden bij de Belastingdienst. Dus we gaan naar www.belastingdienst.nl. We selecteren hier programma's en formulieren. We krijgen nou weer een nieuw overzicht particulier aangifte doen bij het onderwerp. Hier zien we nog niet het programma wat we nodig hebben, dus in dit geval kiezen we even pagina 2. Hier zien we het aangifteprogramma voor Linux. Daarna krijgen we weer 4 opties. En de bovenste 2 zijn dit jaar nieuw. Het zijn installatiepakketten voor Debian gebaseerde systemen en Red Hat gebaseerde systemen. Aangezien Linux Mint een Debian gebaseerd systeem is, kiezen we voor dit pakket. Als je het niet zeker weet, dan kun je altijd nog de onderste 2 kiezen. Die zijn voor alle Linux systemen die er aanwezig zijn. Maar de bovenste 2 zijn wat makkelijker en eenvoudiger om het installatieproces te vereenvoudigen. Rechter muisknop, we slaan hem op. Standaard komt het in mijn downloads folder. Hij is klaar. We gaan naar mijn downloads folder. In deze downloads folder zien we het pakket wat is gedownload. Dit is het installatiepakket. Als we daarop klikken, zeggen we openen met onze pakketinstalleerder. We kunnen nu ons pakket installeren. Er wordt gevraagd naar het wachtwoord, beheerderwachtwoord. Het is een i386, wat betekent een 32 bits pakket. Zelf gebruik ik een 64 bit systeem, maar het pakket zal ook nog de bijbehorende software downloaden als dat nodig mocht zijn. Hij is klaar. Deze kunnen we sluiten. Het bestand is zichtbaar bij kantoor en voor de Engels gebaseerde systemen zal het Office zijn. En je ziet hier het aangifte inkomsten belastingprogramma. Die kun je selecteren. Er wordt altijd gevraagd om een font of lettertype in dit geval te kiezen. Ik kies meestal de Clean 12. Oké. En je kunt je aangifte doen.